zou het niet weten. Oh, de bel gaat. Dag 5 van het centraal schriftelijk eindexamen vandaag. En net zoals de vorige 4 dagen weet verslaggever Carlijn Houteman daar alles van. Carlijn, het programma, wat staat erop? Nou, volgens mij hebben jullie het net al heel goed uitgelegd. Er staat enorm veel op. Natuurkunde, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, van alles. Maar het is vooral belangrijk vandaag waar ik ben. Want dat is toch wel een verhaal. Ik ben op het Hooghuis, locatie Ravenstein in Ravenstein. En het is de laatste keer voor deze school dat zij examenleerlingen begeleiden. Rector Twan van den Broek, dat de laatste keer is. Waarom? Ja, dat is een behoorlijk lang verhaal, maar het komt erop neer dat we te weinig kinderen geboren worden hier in de regio. Waardoor we dus geen leerlingen meer hebben. En ja, dan kun je op een gegeven moment zeggen als school, we gaan nog door tot we hier met z'n tienen zitten. Dat doen we dus niet. We bouwen dit jaar af. We hebben nog een derde klas hier zitten en een vierde klas. En voor de vierde klas is het de allerlaatste keer dat ze hier zo'n examen mogen doen. Ja, want jullie hebben in totaal ruim 4000 examenleerlingen dus al de wijde wereld in geholpen. Ja. Hoeveel zijn dat er dit jaar nog? Er zit ook een 4 in, maar we hopen dat het er uiteindelijk dat ze alle 45 slagen. Dat zou het mooiste zijn, dat we 100% hebben natuurlijk. Daar gaan we voor, daar gaan ook de leerlingen voor. Maar ja, je weet het nooit. De spanning is nog steeds heel groot voor een aantal. En we hebben een paar kinderen, die hebben toch ook, je ziet hier al, er staan 10 tafels met kinderen met dyslexie. Die hebben soms extra spanning. Dus ook voor ons is het spannend en voor mij is het spannend. Want ik wil natuurlijk, Ravenstein wil ik goed afsluiten. Ja. En dan is het wel voor die mensen, bijvoorbeeld voor dyslexie, fijn dat het zo'n kleine school is. Dat zijn de pluspunten. Nou ja, het is voor jullie jammer dat het ophoudt. Daarom ook grote banners aan de muren hier met het is de laatste keer, maar we gaan er nog wel voor. Ja. Als we nou even terugkijken naar al die jaren, heeft u dan nog mooie examenverhalen voor ons? Nou, gelukkig niet, zou ik bijna zeggen. Dat ik niet echt hele spannende verhalen heb. Wat je wel hebt, dat we wel eens een paar keer hebben gehad dat we een leerling, het examen begint bijvoorbeeld om 9 uur, dat we toch om 9:10 zo hadden van, hey, die leerling is er nog niet en je hebt een 30 minuten om binnen te komen. Dat we belden en dat die leerling nog uitgebreid in zijn bed lag in Schaik en net om 2 minuten voor 9:30 binnenkwam. Dat kan dan ook in een dorp, hè? Dat is dan wel heel spannend, zeker voor het kind. Die heeft dat daarna nooit meer gedaan en heeft ze natuurlijk ook geweten bij de diploma-uitreiking. Dat is wel leuk. We hadden vorig jaar hadden we een leerling, ja, die vond het wel prima om alleen zijn examennummer op te schrijven. Geen naam, want we kenden hem toch. Nou, het doet er verder niet toe. Maar dat zijn wel de kleine anekdotes die je hebt. Maar verder maak je gelukkig niet al te veel mee in zo'n examenperiode. Want dat is spannend genoeg voor de kinderen. En als school hoef ik het ook niet extra spannend te hebben. En ik wil niet nummer 1 staan op de LAX-monitor bijvoorbeeld. En is het nou een laatste examenjaar met een traan of toch met een lach? Beide. Het is natuurlijk met een traan, maar we proberen altijd positief te kijken. En ook naar onze leerlingen. Iedereen is ook nog steeds, als je rondkijkt en je spreekt derde klassers, die merken nauwelijks dat de school al dicht is. Sterker nog, zij vinden het alleen maar positief, want de wifi is sneller. Ze hebben minder aansluiting natuurlijk. En ja, zo moet je het ook in het leven bekijken. Je moet naar de positieve kant kijken. En ontzettend jammer dat voor Ravenstein en omgeving dat de school dicht gaat. Want kinderen moeten nu naar Wijchen, naar Graven, naar Os of wat dan ook. Het komt ook nooit meer terug. Er zal nog nooit meer een middelbare school hier komen. Maar de kinderen die er gezeten hebben, die zullen stuk voor stuk zeggen van, ik heb een fantastische tijd gehad in Ravenstein. En we hebben 23 juni hebben we een officiële sluiting met de reunie. Ja, dan loopt al behoorlijk storm. Ja. Dus iedereen zegt, god, mooie tijd was dat toch. Jammer dat dicht gaat. Ja. Een stukje historie wordt hier afgesloten. En hopen dat dat feestelijk wordt afgesloten. Dus met al die leerlingen die hier nog zitten, hopen dat ze dus allemaal slagen. Dat zou mooi zijn. 45 geslaagden en dan gewoon, hup, iedereen ook klaar. Ja, het eindexamen daar in Ravenstein.